grootste top onder VN-vlag ooit gaat morgen van start in Parijs, de klimaatconferentie. Met duizenden deelnemers uit alle landen van de wereld is de beveiliging rond de top enorm. En verder in het nieuws vandaag die andere belangrijke top over de vluchtelingencrisis. In ruil voor geld houdt Turkije voor Europa vluchtelingen tegen. En een zuidwesterstorm raast over Nederland. Goedenavond. Overal komen ze vandaan, staatshoofden en regeringsleiders uit alle landen van de wereld. Bestemming Parijs, voor de grote klimaattop van de Verenigde Naties. Morgen begint die. Wereldwijd is er aandacht voor de top. In verschillende landen demonstreren mensen vandaag voor meer maatregelen tegen klimaatverandering. Zoals in Londen, daar lopen 30.000 mensen dwars door het centrum. In Sydney zijn zelfs 45.000 mensen op de been. En in diverse andere steden zijn bijeenkomsten en marsen. In Amsterdam waren er enkele duizenden demonstranten. Maar in Parijs zelf, daar zijn de straten leeg. Sinds de aanslagen geldt er een noodtoestand en is demonstreren verboden. En dus bedachten demonstranten iets anders. Ze zetten schoenen neer op de Place de la République als symbool voor iedereen die daar nu niet mag komen. En zo staat het plein al snel bomvol met schoenen van gewone mensen en minder gewone. You can see as you walk through the shoes, messages to the next generation, shoes that have plants growing out of them. The Pope has shoes represented here. The Secretary General Ban Ki-moon will have his shoes delivered in just a few minutes. So there's some really important bright spots in this otherwise pretty somber installation. Een kalm protest, maar vanmiddag als de schoenen zijn weggehaald, verandert de sfeer op het plein. Zo'n 200 demonstranten gaan toch de straat op en raken in gevecht met de oproerpolitie. Tientallen mensen worden gearresteerd. En ver van het rumoer komen dan de eerste staatshoofden aan voor de klimaattop die morgen begint. En we gaan naar Ron Linker. Hoe groot is de invloed van de aanslagen op de top? Nou, kort na de aanslagen is er heel even gesproken over het annuleren of misschien wel het opschorten van die klimaattop. Maar dat is een optie die president Hollande direct terzijde heeft geschoven. Hij heeft gezegd, die top zal door moeten gaan. En je moet niet vergeten dat zo'n top wordt al 2,5 jaar van tevoren voorbereid. En die voorbereidingen zijn doorgegaan ondanks de aanslagen. Bovendien, president Hollande en president Obama hebben elkaar ontmoet en hebben daar gezegd, wat een mooi signaal zouden we afgeven als we in Parijs, in de stad waar zoveel bloed vergoten is, als we daar een klimaatakkoord weten te sluiten. Desalniettemin zijn er heel veel veiligheidsmaatregelen genomen. Niet alleen hier in Le Bourget, maar ook in het centrum van Parijs. Rond het middaguur was de sfeer nog vredelievend in het centrum van Parijs. Vandaag zouden eigenlijk zo'n 100.000 mensen door Parijs lopen met een klimaatmars. Maar vanwege de noodtoestand mag dat niet. Er is een samenscholingsverbod. En toch zijn er hier een paar duizend mensen naar de Place de la République gekomen om hun stem te laten horen. Het klimaat is wel echt een belangrijk probleem. En ik vind het ook best belangrijk dat burgers de mogelijkheid krijgen om zichzelf te kunnen uiten. What do you think of this closed demonstration? I think it's right to do it so, but it's dangerous. Maar de demonstranten zijn inventief, lopen rondjes over het plein. De politie sluit de zijstraten af. Zwaar bewapende agenten ook op het vliegveld Le Bourget, de plaats waar zo'n 150 regeringsleiders en 40.000 deelnemers samenkomen. Dit is het congrescentrum waar de top plaatsvindt en de Franse overheid heeft zo'n 2800 politiemensen ingezet om de veiligheid van de deelnemers te garanderen. En ook op het afgesloten terrein veel bewaking. Onder andere beveiligers van de Verenigde Naties uit New York. Maar de aanslagen hebben tot nu toe niemand afgeschrikt. You did not think of not going to Paris? No, we come. Our prime minister come as well. Yeah. No, that never crossed my mind. I knew there was going to be enhanced security, so I'm feeling very comfortable. So far it seems okay, so let's hope it stays like that. Het belang van de top is groot. Doel is verdere opwarming van de aarde te beperken.
Uitgangspunt is een stijging van niet meer dan 2 graden ten opzichte van het einde van de 19e eeuw, toen de industriële revolutie begon. Even terug naar Ron. Maximaal 2 graden, halen ze dat? Nou, van tevoren heeft de organisatie gevraagd aan alle landen om plannen in te dienen die ervoor moeten zorgen dat de uitstoot van schadelijke stoffen verder beperkt wordt. Nou, als je al die plannen optelt, dan kom je uit bij 2,7 graden. Dus dat is nog niet die 2 graden die men wil. Maar goed, de conferentie moet formeel nog beginnen. We hebben nog 2 weken te gaan om dat doel van 2 graden te bereiken. Morgen komen dus al die staatshoofden en regeringsleiders aan in Parijs. Een stad waar de noodtoestand nog steeds van kracht is om te praten over, volgens sommigen, de noodtoestand van de planeet. Ron, dankjewel. En dan die andere top in Brussel. Daar hebben de 28 landen van de Europese Unie afspraken gemaakt met Turkije. Dat land moet helpen de stroom vluchtelingen te beperken. In ruil daarvoor krijgt Turkije geld, 3 miljard euro. En komt het Turks lidmaatschap weer een stapje dichterbij. We gaan naar Arjan Noorlander. Aan het begin van de avond waren ze nog in overleg. Zijn ze er al uit? Ze zijn er nog niet uit, maar het loopt, begrijpen wij wel, bijna af. Er is een akkoord gesloten nu met de Turken over het tegenhouden van vluchtelingen bij de Turkse grens, zodat ze niet meer zo massaal als de afgelopen maanden naar Europa reizen met soms wel 10.000 per dag tegelijk. Dat is een deal die met de Turken gemaakt wordt, een deal die dus ook voor de EU heel gevoelig ligt, omdat er veel kritiek is vanuit de EU op Turkije over bijvoorbeeld de mensenrechten, over de manier waarop Turkije met sommige vraagstukken omgaat. Eigenlijk wil Europa ook helemaal geen zaken moeten doen met de Turken, maar het is niet anders. Het probleem is veel te groot. Turkije ziet deze top als een mijlpaal. Today this is a historic day in our accession process to EU. De Europese Unie heeft Turkije nu nodig om de grenzen te bewaken. Without control on our external borders, Schengen will become history. Volgens de afspraak van vandaag verbetert Turkije de opvang van vluchtelingen en gaat het strenger controleren aan de grens, zodat er minder mensen naar Europa komen. In ruil daarvoor betaalt de Europese Unie aan Turkije 3 miljard euro. Gaat Europa praten over versnelde afschaffing van de visumplicht voor Turken en er komen nieuwe onderhandelingen over de Turkse toetreding tot de EU. Ja, dat zijn grote stappen. Hoe snel kan dat gaan? Bijvoorbeeld zo'n Turks EU-lidmaatschap? Nou, dat zal wel even duren. Het opnieuw beginnen van onderhandelen, het belangrijke politieke punt wat de Turken zelf binnen wilden halen, dat gaat heel snel. Over 2 weken, zo is het plan, moet er een ceremonie komen waarbij die heronderhandelingen weer feestelijk worden begonnen. Misschien tandenknarsend vanuit de EU, die dat eigenlijk liever niet willen, maar nu zich genoodzaakt voelen. Maar het echt lidmaatschap van de EU van Turkije zal echt nog vele jaren vergen. Er komen nog heel veel onderhandelingen bij kijken. En er zijn zelfs mensen, en misschien wel de meeste mensen, die denken dat het er uiteindelijk niet echt van zal komen. Dat het nu vooral een politiek instrument is. Andere zaken, zoals bijvoorbeeld het versoepelen van visumregels met Turkije. Het weer kunnen terugsturen van immigranten naar Turkije die eigenlijk in Europa niet welkom waren. Dat moet allemaal veel sneller gaan. Dat moet het komend jaar al echt vorm gaan krijgen. Arjan, dankjewel. Duikers hebben in het IJsselmeer een lichaam gevonden. Waarschijnlijk is de man een van de opvarenden van een jacht dat vrijdag zonk. Dat gebeurde in de buurt van Lemmer. De zoektocht naar de andere opvarenden is vanmiddag stopgezet vanwege het slechte weer. Het jacht is gisteren al geborgen. De politie denkt dat het schip met de 2 opvarenden is gezonken na een aanvaring. Zeker 40 mensen zijn omgekomen bij Russische bombardementen op de Syrische stad Idlib. 70 mensen raakten gewond. De aanval werd uitgevoerd op een drukke markt. De Russen zouden verboden clusterbommen hebben gebruikt. Rusland heeft nog niet gereageerd. In Meidrecht is vannacht een partycentrum afgebrand. Niemand raakte gewond. Bij de brand kwam veel rook vrij. Een woonwijk ernaast had er flink last van, maar gevaarlijke stoffen zijn door de brandweer niet gevonden. Een woning naast het pand heeft rook- en waterschade. Oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het lichaam van de Russische piloot die vorige week omkwam nadat zijn toestel was neergeschoten bij de Turk-Syrische grens, is uit Syrië aangekomen in Turkije. Daar prepareren artsen het volgens de traditie van de orthodoxe kerk. Daarna draagt Turkije het lichaam over aan Rusland.
Turkije en Rusland kondigden vanwege de zaak over en weer economische sancties aan. Niet eerder in de recente geschiedenis dan bezocht een paus een oorlogsgebied. Als het aan de Franse veiligheidstroepen in de Centraal-Afrikaanse Republiek had gelegen, was dat zo gebleven. Ze hadden paus Franciscus afgeraden om te komen. Toch landde hij vanochtend in de hoofdstad Bangui. Duizenden militairen en politieagenten moesten voorkomen dat de paus gevaar liep tijdens het bezoek. In de Centraal-Afrikaanse Republiek woedt al jaren een burgeroorlog. Die gaat tussen christelijke en islamitische milities en eist al honderden levens. In de hoofdstad Bangui bezocht de paus zowel een islamitische wijk als een christelijk vluchtelingenkamp. Hij riep op tot vrede en eenheid in het land. Perché tutti siamo fratelli. Mangaji poye che giaita. Mi piacerebbe che tutti siamo insieme, tutti siamo fratelli. Aike aike sagani na mingi tutene ikwe itelele gako ikwe ike aita. Ala limi tutene atetonso ikwe ike aita. Met het bezoek aan de Centraal-Afrikaanse Republiek sluit de paus zijn reis door Afrika af. Op dit moment raast er een zuidwesterstorm over de noordelijke kustprovincies. Op verschillende plekken zijn er voorzorgsmaatregelen genomen. Zoals hier in Den Oever. Deze wanden die worden in de dijk geplaatst om te voorkomen dat er water naar binnen stroomt. Nou, iets verder naar het westen in Den Haag, of in, iets verder naar het westen in Den Helder is Ardi Stemerding. Hoe staat het ervoor? Nou, het lijkt mee te vallen met de overlast. Tot nu toe zijn er in ieder geval geen incidenten, geen meldingen van hele grote incidenten. Tegelijkertijd, je zal maar net de meneer zijn in Groningen die met zijn auto van de weg is geraakt. Die is op zijn kop in de sloot beland en die moest naar het ziekenhuis. Nou, dat is dan toch heel vervelend. Verder dreigde er in Friesland een boom op een boerderij te vallen. En in Sneek zijn er tegels losgelaten van het theater. Daar is het theater beschadigd. En de Waddeneilanden, Terschelling en Vlieland, die zijn moeilijk te bereiken. Niet te bereiken moet ik eigenlijk zeggen, want het veer vaart niet. Anders is dat hier in Den Helder. In Den Helder kan je hier gewoon nog opstappen op de boot naar Texel. Dus die kant kan je nog wel gewoon op. Ja, en verder, het waait gewoon ontzettend hard. Ik liep hier net de dijk op en ik had oprecht moeite om te blijven staan. Maar die harde wind betekent voor heel veel mensen natuurlijk ook gewoon even genieten van het extreme weer. Prachtig uitzicht, lekker windje, mooie foto's maken hoop ik, dus super. Speciaal voor de wind hier naartoe gekomen? Nou, voor de verjaardag van mijn ouders en ik zei zullen we weer eens even ouderwets naar de dijk om uit te waaien. Nou, dat is gelukt. Het is gewoon lekker weer, je waait helemaal leeg. Dat moet je hebben. We zijn hier op vakantie, dus dit wilden we meemaken. Leuk zo'n storm op vakantie. Ja, heerlijk, heerlijk. Ja, maar dit is prachtig. Zo met wind mee loopt dat best aardig, of niet? Dat loopt fantastisch. Was de heenweg ook zo makkelijk? Nee, we werden compleet gezandstraald. Maar nu is het gewoon lekker. Ik denk dat ik nu de 100 meter wel in 8 seconden kan lopen. Okay. Misschien nog wel sneller. Veel plezier. Oké, bedankt. Tot ziens. Maar hoe leuk het ook is om eventjes lekker uit te waaien. Mensen moeten ook wel voorzichtig zijn, zegt het KNMI. Want op dit moment geldt er nog altijd code oranje in Noord-Holland, Friesland en Groningen. Ardi, dankjewel. En dan gaan we naar Marco. Ja, code oranje dus. Wat verwacht jij verder nog van de storm vanavond? Nou, we zitten nu zo'n beetje op ons maximum. De top van de storm hebben we bereikt. En dan praten we over een windkracht 9. In het kustgebied met windstoten tussen de 100 en 120 km per uur. Iets verder landinwaarts uiteraard wat minder wind. Maar ook die 90 km per uur die je daar nog regelmatig tegenkomt, is echt overlast veroorzakend. Nou, de wind gaat in de loop van de komende uren langzaam wat liggen. En dat gaat wat sneller na middernacht. Overigens zag het er zo uit op de Schelling. Dus het is echt wel ruig weer met regen die horizontaal over de straten komt. En vooral bij die regen zaten de meest felle windstoten. En dat komen we dus nu nog tegen, zo'n beetje in deze lijn. Dus bijvoorbeeld ook voor de kust van Hoek van Holland. Nou, langzaam maar zeker gaat dan die wind wat afnemen in de loop van de nacht. En dat gaat niet al te snel. En er blijft ook zeker nog lang een stormachtige wind staan. Uiteindelijk gaat die regen verdwijnen, wordt het droog en klaart het wat op. En liggen de temperaturen rond een graad of 8. Maar het blijft toch wel tamelijk onstuimig. Want ook morgen staat er gewoon nog veel wind. In de ochtend even wat rustiger. In de middag gaat het van het westen uit stevig regenen en opnieuw waaien. Hard langs de kust. En het is nog steeds zacht met 12 graden.
Nou, heel voorzichtig, daarna wordt het toch wat rustiger. Dinsdag al minder wind, maar nog wel regen. Woensdag een droge dag, vrij rustig weer. En pas laat op de donderdag neemt de kans op neerslag weer wat toe. Het belangrijkste nieuws uit dit NOS-journaal. De beveiliging is zwaar rond de VN-klimaatconferentie die morgen in Parijs begint. Regeringsleiders en staatshoofden uit alle landen van de wereld komen naar de Franse hoofdstad. En straks in Nieuwsuur meer over de kans van slagen van de klimaattop met onder andere wetenschapsjournalist Diederik Jekel. Het zou best wel eens kunnen zijn dat de top in Parijs de geschiedenisboeken ingaat als het begin van de verandering. U ziet het om 10 uur, NPO 2. Fijne avond.